Alright guys, this is Snog67 and welcome to the original Bioshock. I have played through Bioshock Infinite already because I got it for only €1. And now I feel like it's time to play the original first two Bioshocks. Yeah, that's exactly what I'm gonna do. My mind is a little bit rusty. I do not really exactly know what Bioshock Infinite was like and whether there are spoilers in there or not. But we'll see. We'll see. Alright, but welcome also to the Snog Life channel. We're gonna do this playthrough in all kinds of different episodes, and so gonna be in touch, so yeah. Let's start. Just the brightness slider. The dark gray box is just barely visible against the black background. The dark. Nee, want dat ding zo is. Let's go. Nou, dan ga ik wel voor een medium. Ik ga niet gelijk voor hard. Ik ben niet zo goed in FPS. Ik heb voor het eerst in een hele lange tijd heb ik weer eens een keertje een goed werkende PlayStation controller, waardoor ik weer FPS games kan spelen. Dus dat is fijn. Ik moest bijvoorbeeld Bioshock Infinite, die moest ik hebben om mijn keyboard doen en daar ben ik niet zo heel goed in. 1960, dit is in ieder geval. Dit is laatste van Infinite. Son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. Uh-oh. Ik zou er niet onder vast komen te zitten. Heel goed. All of it's fire. Wel, als allereerste gaan we even kijken. Kunnen we de subtitles aanzetten? Want dat vind ik altijd fijn. Waar ben je? Oh, jezus. Oude game. Heel raar hoe dat helemaal was erbij staan. I believe? Ja. I guess that's alright. Let's go. Come on. Oh, heerlijk. Well, there's always a lighthouse. I remember that. Hey man. Alright. Oh yes, weer met helemaal niets voor je. Lekker rondlopen. Kunnen we springen? Nee, lijkt er niet echt op. Oké, dit is iets te donker. Als we weer gaan zwemmen? Ik vind veel exploren fijn, maar dat lijkt erop dat daar niet zoveel uit gaat komen. Oh, ik weet nog wel, de oude Bioshock is een beetje een horror game. En dat is niet 100% mijn favoriete ding. Ja, of course there is. No gods or kings, only men.
Alright. What did we get a, what did we get ourselves into? Wel, jij gaat niet omhoog de lucht in, jij gaat juist omlaag. Propaganda. Hij vertrouwt het wel hoor, gelijk. Oh, fucking hell. Nu al. Die liet me al bijna schrikken. Fire at your fingertips. Incinerate. Blasphemies by Ryan Industries. I am Andrew Ryan. And I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington. It belongs to the poor. No, says the man in the Vatican. It belongs to God. No, says the man in Moscow. It belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture. Rapture. A city where the artist would not fear the censor. Where the scientist would not be bound by petty morality. Where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, rapture can become reality as well. Uh-oh, that was a big daddy. Oh, I can't wait to fight more men. The boy there was all lit up like hellfire. It was like some kind of plane crash. Oh, Atlas! Atlas! I remember your sorry ass! I remember that sorry ass of an Atlas. God damn it. Oh, maar dit is na Bioshock Infinite, dus... Ja, je zou zeggen dat die gasten die kunnen doden. Zolang je me maar niet dood maakt. Ik weet niet eens wie ik op dit moment ben. Wie ben ik? Niet het welkom, welkom. Welkom. Whatever. Please. Ik weet zeker dat dit niet goed is. Die splicers.
I'm not afraid of you. At least that's what I'm telling myself. Dit is veel te donker. Oh, ik zie hem. Oh, thanks. Now, would you kindly find a crowbar or something? Bloody splicer, seal Johnny in before they... Goddamn splicers. Well, springen doe je dus met een hele rare right trigger. Okay, dat is dus de achterste kutzooi. Het werkt zoveel anders. Waar moeten we naartoe? Wat altijd zo'n mooie plek van waar je naartoe moet. Smash the debris. Even weg. Auw. Okay, hoe zijn we niet dood daardoor gegaan? I found her that way. Come back, please. Kom maar. Okay, hoe groot in reach heb je? When hurts, ja, ik ben op dit moment niet zo heel hurt. Nou, dat werkt niet. Dit is de plan. Daar gaan we niet naartoe. Hey. Oh ja, ik weet wel hoe ze dit doen. Oh, dat maakt me... Dat drinken vind ik oké, maar dit, hier word ik helemaal crazy van. Ik ga vallen. Ik zag het al. I was foreshadowing it. This little fish looks like he just had his cherry popped. Wonder if he's still got some atom on him. Eva, let's bark. Weak! You're a weak chopper. It's the old fish ain't worth telling it with no big daddy. Yellow always have been. You'll be no better off with metal daddy, little fish. See you floating. Oh, heerlijk. Mr. Big Daddy, please don't come to kill me. Ik heb je nog niets verkeerd gedaan. Look, Mr. Bubbles, it's an angel. I can see light coming from his belly. Wait a minute, he's still breathing. It's I know he'll be an angel soon. Jee, we kunnen weer lekker rond gaan zoeken om overal iets in te vinden. Kunnen we jou poweren? Ja, kunnen jou poweren! Yes! Oh, rip. What's wrong? Oh, dat is... Oh, weg. Jee. Hier hebben we veel aan. Ga weg. Fucking hell. Oh. Hey, wat moeten we dan doen? Oh, zo doorheen. Alright, je kan er dus gewoon doorheen. Dat is goed. Ik vertrouw jou niet. Uh,
Okay, van het ene creepy hellhole naar het andere. Hey. Hier, hey. Give me the Eve. Oh, what's this? If you are killed by the hostile denizens of Rapture, you will be revived, live, and whole at the last vital chamber you passed. Some of your health will be restored and you will always have at least a small amount of Eve. Vital chambers work automatically, there's no need to use or activate them. Oh, fine. I'd rather not. Okay, that's... Hoe ren je? Ik heb... Toch niet... Okay, hoe ren je? I'm gonna call for you. Dat deed niets. Groots. Okay, we're fine. I'm already scared. Oh, natuurlijk. Wat de? Ik kan het beter over jou zeggen. Wegwezen. Try me. Wat is dit? Oh! Je gaat gelijk naar boven. Maakt niet uit wat er gebeurt. Listen, I've got a family. I need to get them out of here. But the splicers have cut me off from them. If you can reach them in Neptune's bounty, then maybe, just maybe. I know you must feel like the unluckiest man in the world right now. But you're the only hope I'll ever see my wife and child again. Go to Neptune's bounty. Find my family, please. Helaas, ik heb geen keuze hier volgens mij. Oh, that's changed everything. They destroyed our bodies, our minds. We couldn't handle it. Best friends butchering one another. Babies strangled in cribs. The whole city went to hell. Alright. Lijkt hem niet, tot nu toe. Waar ben je? Oh, natuurlijk. Oh, kut, sorry. I already fucked up. Nee, liever niets. Nou, daar zit je. Zou jij mij niet om? Alright, wat hebben we hier nog meer? Oh yeah, use toilet. Always use the toilets. Careful now. Oh. Would you kindly lower that weapon for a minute? Waarom? Zodat je me dood ziet, kan zien gaan. Oh, blijkbaar ben ik... Oh. Those little sisters, they carry Adam, the genetic material that keeps the wheels of Rapture turning. Everybody wants it, everybody needs it. Hmm.
And something bad's gonna happen. Oh! Yeah, you know you fucked up now, just yet. I think that you did best off for deed, mates. Is the bomb to pocket? Oh, hey, we got a pistol. A lock. Nope. Oh, kan je niet richten? Oh! Oh! Ik wil even mijn controls. Ik wil mijn controls aanpassen, maar dat kan helaas niet. Dit is bullshit. Dit is awful control. Het is reloaded hetzelfde als wat ik normaal gewend ben. Niets. Hey, dollars. Maar nu heb ik het nog niets om het aan uit te geven. Dat vond ik geen fijn geluid. Laten we hier weggaan. No, right. Toch eventjes wat extra, tijd. Mate, I know you're here. I didn't think I heard anyone. Come on, I just want to talk. So stuck up here. Oh, heerlijk. Nu gaan jullie lekker rondrennen. What the fuck? Ben je een retarded AI of zoiets? Go and die. Alright, don't worry. Come with me. Ah! Ah, you can't hit for shit. Yeah, give me the Eve. Ik zie er geen. Alright, daar gaan we nu naartoe. Hij zegt dat we daar naartoe moeten. Nou, dan ga ik deze kant op. Use the toilets, always. Nou, dit is niet zoveel meer. Alright, blijkbaar toch niet zoveel te bekijken. Ja, moeten we iets hebben. Security alert in progress. Oh, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? You wanna dance? Nee, dat was muscle memory. Ga dood! Ik kan niet goed schieten. Ah, ik kan niet. Hoe ren je? Nee! Hier, ga ik dat. Ga dood! Ah! Rood! Jezus! Meneer Big Daddy, alsjeblieft, val me niet al reeds aan. Nee, er zijn er meer!
Hey! Yes! Well. Well, de eerste kans die ik krijg om dood te. Ah! Oké, daar had ik me niet op voorbereid. God damn it. Ga gelijk voor je hoofd aimen. Nee, ga niet weglopen dan. Ja, it's me. Ah! Oh, oh fuck. Nee. Well. Oh, ik heb geen pistol rounds meer. Oh. Hey mates. Ik wil gewoon even die doodgaan hier. Hey, pistol round maar. Je hebt echt niet gezien hoe vaak ik aan dood ben gegaan. Alright. Ah, heerlijk. Hier is de volgende. So tell me, friend, which one of the bitches sent you? The KGB wolf or the CIA jackal? Here's the news. Rapture isn't some sunken ship for you to plunder. And Andrew Ryan isn't a giddy socialite who can be slapped around by government muscle. And with that, farewell. Laat me gaan. Yes, I'm getting out. Don't worry about it. Laat me gaan. I don't really care about firefighting these guys. They're gonna kick my ass! Oh my god. These splicers zijn legit creepy. Well. Andrew Ryan, the bloody king of Rapture. Now find your way to emergency access. The parasite eats three things: free markets, free will, and it's a vending free machine. Welcome yeah. To the circus of value. Well, deze keer gaan we zeker wel je dingen kopen. Fucking hell! Gotta reloaden. Thanks. Je moet echt wel iets hebben. Handbag, geef me. Ja, geef me. Alles. Oeh. Dr. Steinman said he'd release me today. Ryan didn't come to see me since the New Year's attack, not once. But Dr. Steinman was very attentive. He told me that once the scar tissue was gone, he was gonna fix me right up. Make me prettier than any girl I've ever seen. He's sweet, all right. I'm so interested in my case. Whoa. Yes, give me your Eve. What was that? What's we out naartoe here? You can read the way.
introverted for anyone to notice. Heck. A friendly will attack. Okay. Ah, ja, dit. Dit weet, dit ken ik. Oh, Nee, dat weet ik niet. Nee. Hier. Die wil ik. Okay. There we go. Finished. Thank you for helping me. Keep away from my dungeon! Thank you. Got it! Cracking everything! Oh! Hey! Ga je nog iets doen? Oh, weer verkeerde. Thanks, mates. Alright. Hebben we hier nog iets te doen? Alright, well. What is Ben ik blij dat deze dingen zoveel dingen geven. Hallo Tommy. Oh, hallo. Hallo, ik dacht even niets. Come and get me! Ah, jullie kunnen me niet raken. Oh, jullie kunnen me waarschijnlijk wel raken. Ah! Kom op! Ah! Waar kom jij vandaan? Ja, ga dood. Oh hey, de mug zit nog steeds achter me aan. Ze zijn zo gross. Allemaal dood. Alright, nice. Was dat het? Lijkt goed te gaan. Oh, goddammit. Goddammit. Bye. Waar raak je nu weer aan? Kom mee. Oh, dit is niet fijn. Can we go? Please explain it to me. Ik wil het niet nog een keer zien. Alright, mates. You keep an eye peeled for Steinman. But that bastard set up shop in the surgery wing. You wanna find him? Just follow the blood. Above all, do no harm, G. Steinman. Oh, dit is lekkere surgery. Van hoeveel personen zal het dan niet zijn? Tot nu toe ben ik nog niet zo heel erg tevreden met jou, meneer de mug.
Je hebt nog niet zoveel gedaan. Oh, 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 oh! Waar komt het vandaan? Natuurlijk staat daar iets. Kom, meneer de mug! Kom, meneer de mug! Doe het! Nee, meneer de mug is kapot aan het gaan! Nee! En wat nu? Ik heb nog steeds, ik weet nog steeds niet hoe ik moet rennen. Ik weet niet hoe we sprinten. Ik heb echt geen idee. Hoe moet ik rennen? Hoe zou ik moeten gaan rennen? Nee, dat is niet zat. Auw, 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 auw. Oh, oké. Okay. Alright. Thank you for that advice right now. Hey! Stop ermee! Right. Waar beginnen we? Oh, daar. Daar moeten we wel naartoe. Kom. Dit is zo'n onhandig systeem. Nee. Oh nee! Nee, 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 nee! Yes, we did it! Ga dood! Ik wil geen money. Money boeit me niet zoveel. Ik wil maar meer eerder ammo. Ammo vind ik interessanter. Ik was nooit zo goed in de stealth. Daar zit je. No. Want some more? Anyone? Someone? The love of science. I was at German prison camp, only 16 years old when I realized I have love for science. German doctor, he make experiment. Sometimes he makes scientific error. I tell him of this error, and this make him angry. But then he asks, how can a child know such a thing? I tell him sometimes, I just know. He screams at me, then why tell me? Well, I said, if you are going to do such things, at least you should do them properly. Do them properly? I don't care where she's gone. Nah. Who is it? Dat heb ik niet nodig. We've got to have standards, even in troubled times. Your kind isn't welcome here. I'm sorry. Tell the minister he'll think you can clean it up. Ah! I survived all of you. You are just some stupid person. Alright, nog meer. Hebben we meer. Oh, waar zit jij? Auw! Het komt van achteren! Fucking hell! Don't worry! I'm gonna hack you!
Here. So, yay. Hey, there he is. Nice, nog één. Yes, die hebben we nodig. Oh, nee. Zo, oké. We did this. Alright. Ik wil... Oh, hoe helaas je dat ook... Ik zag jou wel. Ik vind dat ook, dat vond ik niet fijn. Oh, dat vond ik niet fijn. Ik zag jou echt wel. Oh. What is the greatest lie ever created? Let's go. What is the most vicious obscenity ever perpetrated on mankind? Slavery. The Holocaust. Supplies. God damn it! The tool with which all that... Ah, hier gaan we dus niet, blijkbaar niet door. Oh, we moeten... Oh, we zijn al niet... We zijn al niet op de plek. We moeten hier net zo. Oh, mates! Oh, mate, jij bent veel sterker! Heb je jezelf gedood? You serious? You killed yourself? I'm impressed. Alright. When Picasso became bored of painting people, he started representing them as cubes and other abstract forms. The world called him a genius. I've spent my entire surgical career creating the same tired shapes over and over again. The upturned nose, the cleft chin, the ample bosom. Wouldn't it be wonderful if I could do with a knife what that old Spaniard did with a brush? Okay. No. Je weet al dat je hier met een of andere psychopaat zoals hebt. Security cameras. I can hear the infernal things all around you. Ryan's eyes and ears. Ik kan hem ook zien. Oh, heerlijk. Hoe gaat dit dan? Hoe wordt je hier dan al gepakt ook weer? Het lijkt erop dat hij gewoon door aan het gaan is. Dus eventjes daar naartoe als hij niet kijkt. Haha, I can pass you. I did it. Yes. Okay. Hey. Parasite wanders the halls. We rebuild our city. Oh, new plasma incinerator. Incineration. When it absolutely positively has to erupt in flames, don't wait, incinerate. Yeah. Gimme. Light up foes to 1,000 degrees. Warning, fire spread. Yeah. Oh, stop it. Alsjeblieft, dit vind ik niet fijn. Alsjeblieft, dit vind ik niet fijn. Dit is niet waar ik hiervoor kwam. Sorry, mates. This is our place. Ours. Zal ik de deur openen? Ik wil niet de deur openen. Alsjeblieft, ga even dood. Oh, ik heb mezelf in brand gezeten. Alles is in brand. Daddy,
I know about this now. I am very happy that this is a thing. Come on, mirror. Exit here. I'll trust you. Search contain. Yeah, there we go. I wil niet dat ik die kant op ga. Yep. Got it. The fucking vending machine. Parasite has his eye on Rapture. Keep your eye on the parasite. Alright. Surgery. With genetic modifications, beauty is no longer a goal or even a virtue. It is a moral obligation. Do we force the healthy? Oh, there she. Ik heb geen interesse meer in jou. Ooh. Aesthetics are a moral imprint. This is quite incredible. Ik zie je niet. The patients ask so many questions. Why do we have two eyes? Is there some law that says we're not finished? Not finished! Alright! You'll have to find some way to get through to surgery and Steinman. Chin up now. The Lord hates a quitter. Alright. I can hear that splicer sounding off like it's the 4th of July. Explosives are hard to come by down here. But if you get your hands on one of them telekinesis plasmids, you can catch the damn firebombs and toss it right back in his gob. Or anything else that might be standing in your way. Telekinesis, you say? I'd like to find it. Zit er iets in? Zou zeggen wel. Nice. Wallet a little light? At surgical savings, we'll happily work out an appropriate plan for a major procedure. Waar gaan we nou eigenlijk naartoe? Hier. Ik zie niet echt ergens waar ik naartoe kan. Oh, kan jou hacken. Ja, yeah, I'd like to hack you. Cool, nee. Alright, nou, dan gaan we er maar zo eentje gebruiken. Oké. Okay. Oh nee, shit, we moeten toch nog steeds die andere kant op. Oh, dit kan fout gaan. Dit kan erg fout gaan. Yes, oké, okay. Mooi. Dat hebben we dan gehaald. Here we go. Dus mag ik nog healen? Ik kon niet gaan betalen. Mag ik nog hier gratis healen? Well, I feel like that did nothing. waar gaan we dan naartoe? Ik guess dat we terug gaan. Deze kant op. Nee, niets. Ah, ik kan niet wachten. Don't worry. I'll put you out of your misery. Go away. I'm tired. Darling. Uncivil, uncivil. Oh ja, ik kan schieten. No. No, 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 out of ammo. Oh, hier hebben we ook niets meer van. Ga dood. Dood. Alright, thank you. Alsjeblieft, ga dood. Oh, die is ook nog steeds een mate van mij. Fijn. Alles hier is mijn mate. Liever niets.
I'd like some bullets. Oh, dat waren maar 6. Ah, oh, dat is echt helemaal niets. Ik heb het gevoel dat ze het niet zien. Wel heerlijk. Waar gaan we dat ding nou vinden? I have no idea. Waar komen we überhaupt vandaan? Oh ja, hey. Ik heb hier niet zo'n helft. Hoe gaan we dit hier vinden? Ik denk dat we verder terug moeten. Dat er nu opeens een deur open is waar we net niet binnen konden. Waarom zouden ze ons überhaupt zo ver weg laten te lopen? Hier zijn we al doorgegaan. Hier kunnen we niet meer terug, toch? Nee. This is as far as we'll go. Hier? Zijn we nog niet geweest? Ja, inderdaad. Wat we... Waar willen we zijn? Find telekinesis. Ja, maar we... Oh, hallo. Ik heb wel heel veel spul. Wauw, oh, dat is best wel... Ziet er best wel goed uit. Alright, I have no idea. Trappen. Heel stuk waar we nog niet zeggen. Ik weet niet waar... Waar gaat het allemaal naartoe? I have no idea what it is. Ja, het lijkt erop dat dit nergens naartoe gaat. Dus we moeten terug. Daar ergens naar links gaan. Uit, we'll do that then. Don't you dare spawn new splicers. I don't like these guys. Uit, ja, gaat de goede kant op. Hier naar links. Hey, I know what I know what to do. Stupid eyes. Natuurlijk zijn hier weer nieuwe vrienden. Hoe zeg? Oké. Okay. Het spijt me, ik wilde het sneller laten gaan. Maar ik deed het te lang over. Hey, we get Eve. Oh, it's a combination. Sowieso, moet hier wel iets te vinden zijn. Kom. Dit moet sowieso iets zijn. 045. Aha. Oh, ik heb mijn Thompson niet eens meer. Ja, en ik had 0451 was het toch? Yes. Oeh, there's goodies. There's goodies. That's only one round. Oh, hier wil ik niet binnen zijn. Hier wil ik niet binnen zijn. Surgery, you say? Dat is veel te donker voor mij. Ah, hey. Netjes. No. I'm out of here. Ik wil daar niet meer missen. Stop running like a...
Shut the fuck up, Foreign Invasion. Hope it made notes. Like the elf. Oh god. Well, hier zit niets. Gaan dus laten we die andere plek gaan onderzoeken. Zijn we al ingegaan. Hier moeten we naartoe. Let's. Ah! Ah! Ga weg! Oh. Ja, kom dan! Denk er maar niet aan om mij op te wachten. Get your name. Ah, het is hier, hier ergens. Is het hier. Ah, maar daar kunnen we niet door. Kunnen we daar bij die andere kant wel? Oh nee, daar kunnen we er ook niet door. Ga daar. Oh, ik moet dus blijkbaar toch naar... Daar naartoe gaan. Oh, dit vind ik niet fijn. Dit vind ik echt helemaal niet fijn. Oké. I'm gonna go. And I'm gonna knock myself out. Kijk eens, hier is het. Just a creepy corpse. En whatever dit hier allemaal is. Niets om bang van te worden hoor. There is my thing. Oh, wait. Engineering tonic. Security expert. A new offering. In the hack smart line. Security expert was designed for the hacker specializing in disabling electronic security measures. You won't be secure without security experts. Effect of your first engineering tonic. Engineering tonics make you better at hacking or using machines. They are equipped separately from plasmids and other types of tonics. Well, let's place it there. Oh, maar dit betekent dat dit niet was wat we wilden hebben. Oh, that's not fun. That's not fun. No. Nee. Blijkbaar moeten we ergens anders nog naartoe. Ben ik weg, ik kom hier nooit meer terug op deze plek. You hear me? Jij hoort me wel! Aan de kant. Nee, niet die. Die is slecht. Aan de kant. Oh, ik weet niet wat het is. Oh, special ammo. God damn. Dat is dat vind ik fijn. Ja, natuurlijk zit er iets in. Alright, we moeten nog naar boven. Daar zag ik nog iets. Zullen we naar boven of naar beneden? Volgens mij. Nee, het is beneden. Welke was het nou? Nee, het is naar beneden. Het is hier beneden. Ah, kijk, inderdaad. Ik snap je al. Alright, nou ja. Sorry for that quick interruption. Ik werd gebeld. Oh, ik kan niet wachten om jou te zien. Meneer de Splicer. Maar dat is... Morgen. In ieder geval de volgende keer. Want voor nu is het wel eventjes oké. Okay. Ben genoeg geschokt erdoor. Laten we er even gewoon naartoe lopen en zeggen hallo. Kom dan. Oké, hij durft niets. Mooi, hij durft helemaal niets. Nou wel, dan is het dat dan. Nou ja. Nieuws. There we go.
Nou, dat is dan voor deze keer. Tot de volgende keer. This is Snark 67. And I will see you next time! Come and get me! Come and get me! Alright. See you next time. Seven L's combined. Mijn linkeroor van mijn vorige mic was kapot gegaan. Dus op dit moment heb ik een nieuwe. Die gebruik ik nu voor het eerst. Ik weet niet hoe het gaat. And up here, up here I can get you killed. But you've always been there for me. If anything happens, I want you to leave me. You take Sylvie and don't look back. Promise me, Garrett. I need to know you'll do it. If it comes to it, I'll do it. Thank you, Garrett. What are you doing?